Welkom Tom. Ja, dankjewel. We zijn een beetje verwend aan het raken met het weer. Hè? We willen elke dag een zonnetje. We willen elke dag 15 graden. Ja. Ik was vorige week zaterdagmiddag in Rotterdam en daar was haast geen plekje te vinden op het terras. Hè? Zo lekker weer was het. Nou, ik weet het. We zijn eigenlijk allemaal de scheef in gegaan. Want vorige week zaterdag zat ik ook in de live uitzending. Ik heb toen inderdaad meer zon aangekondigd in de middag. En er is helemaal niets van uitgekomen. En ik heb dat met meer weermannen en weervrouwen gehoord, dat ze het allemaal veel te positief inschalen. Nu ook weer, we zouden meer zon krijgen vandaag. In de loop van de middag zou het gaan bewolken en het is nu al aan het dichttrekken. Dus ook nu op korte termijn moet de weersverwachting alweer bijgesteld worden. Ja, het blijft altijd een verwachting. Nou, wat we de laatste dagen wel veel zien, dat is dat het vrij wisselvallig is. De temperaturen die komen overdag zo'n tussen de 10 en 14 graden. Nou, die 14 en 12, 13 graden voor deze tijd van het jaar is heel normaal. Maar als er dan op een gegeven moment weer een dag bewolkt is, dan blijft dat weer op 9 of 10 steken en dan voel je echt de frissigheid. Nou, je hebt ook te maken met opklaringen in de nacht. Daarbij krijg je natuurlijk een hoop uitstraling, waarbij de temperatuur ook de afgelopen nacht weer een graad of 5 hier aan de kust is geweest. Maar ik zag vanochtend ook een station waarbij het gewoon gevroren had op normale waarnemingshoogte. En dat staat dan nog los van grondvorst. Daarom wordt er ook altijd gezegd, ook mei is een beruchte maand van vorst, nachtvorst. En daarom moet je zeker pas na half mei pas je plantjes gaan planten die niet nachtvorstgevoelig zijn. Dat zijn de bekende ijsheiligen, toch? Ja, ja, die zitten tussen 12 en 14 mei, komen die haast altijd uit. En die brengen de geraniums mee en dan mogen we naar buiten. Ja, ja. Ja, nou ja, wat we vandaag zien, het weer wordt eigenlijk in grote lijnen bepaald door een lage drukgebied ten westen van Spanje. Dat wil wel zeggen dat het in de komende dagen een zuid- tot zuidoostelijke aanvoer krijgen, waarbij dus warmere lucht over onze omgeving uitspreidt. Ja, vandaag blijft dat nog achter. Het wordt, als het een beetje mee zit, 14 graden. Het blijft tot de avond droog. Vanavond zit er een storing en tegen de avond gaat het dan weer wat regenen. Vannacht trekt die regengebied weg en morgen is er dan weer geleidelijk meer zon. In het begin kan dat nog tegenvallen. Nou, dan blijven we op 13 graden steken. Overigens heel goed wandelweer. Ja, en maandag en dinsdag moeten de klappers worden, want maandag moet het zeker 18 graden worden. Voor het nieuwe front uit hebben we een vrij zonnige periode. En daarna dan lijkt het toch weer wisselvalliger te gaan worden. De temperatuur schakelt dan terug. Maar het enige voordeel is dan later gaat die wind dan weer zuidwest worden. Gelukkig geen noordelijke wind. Dus dan zit de temperatuur weer op 14 graden. Maar dan moet je eigenlijk denken aan dinsdag, woensdag. En dan wordt het alweer licht wisselvallig weer. Dus ja, er zit nog totaal geen standvastigheid in. Dus ik begrijp dat we van de maandag een beetje moeten gaan genieten voor zover. Ja, en we moeten dan weer werken. En dan, het zijn weer werkdagen, maar toch. Ja, we kunnen onze baas bellen en vragen of het weekend een dag langer duurt. Maar ja, dat zou kunnen, als dat zo mogelijk zou kunnen zijn. Maar het is geen onaardige dag morgen. Oké, en morgen gaan ze ook hardlopen in Rotterdam? Ja, heb ik ook gehoord. Nou, dat is ideaal weer ervoor, niet al te heet. Want dat moet je ook niet hebben uiteindelijk. Want dat geeft ook allerlei factoren. Wat betreft je fysieke conditie. Dus wat dat er gaat, is het uitermate goed wandelweer. Goed. Hartelijk dank, Tom. Graag gedaan.